Liefde gemeente, wat kun je in je leven keuzes doen die je later zo hartelijk moet bewenen? Ik denk aan een jongen die een meisje ten huwelijk gevraagd heeft omdat hij onder diepe indruk is van haar prachtige schone uiterlijk. Maar tijdens het huwelijk erachter komt dat ze een koud en kil hart heeft. Maar veel erger is het als je een keuze eeuwig moet bewenen. Als er eeuwige wroeging is voor de keuze die je hier in je leven hebt gemaakt. En dan denk ik in het bijzonder aan Esau. Esau die voor een bord linzensoep, om het zo te zeggen, zijn eerstgeboorterecht verkocht. En dan lezen wij het aangrijpende, zoals de Heilige Geest het ons leert wat daar gebeurd is in Hebreeën 12. Dat niemand van u zij een onheilige, gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening wilde beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Verworpen om de keuze die je hier in dit leven gemaakt hebt. Voor eeuwig vroeging, omdat je het aardse genot van groter waarde achtte dan de zegen des Heren. Laat dat eens tot je doordringen. Dat je verworpen zult worden om de keuze die je hier in dit leven maakt. Dat je de dingen van deze wereld hoger acht dan de vrezen des Heren. Liefde gemeente, dat we vanmorgen dan, bepaald bij die ernst, nou eens mogen doen die hartelijke keuze van Mozes. Mozes die liever met het volk van God veracht werd dan de genietingen van de wereld van Egypte voor een tijd. Dat je vanmorgen de keuze mag maken, zoals Rut die maakte op de grens van Moab. Toen haar schoonzuster koos voor Moab. Voor een huwelijk. Voor de goden van Moab. Mocht Rut zeggen: uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dat je vanmorgen de keuze mag maken. Zoals eenmaal Petrus het zei: tot wie zullen wij dan heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Liefde gemeente, vanmorgen zullen wij zien dat er zo'n dwaas volk is dat kiest voor Barabbas in plaats van Jezus. Gemeente, er is maar één keuze. Je kunt alleen kiezen voor Barabbas, de wereld en de zonden. Of je kunt kiezen voor Christus en zijn gerechtigheid. Geef de Heere dat je vanmorgen
door Gods lieve geest overtuigd wordt. Barabbas, dat ben ik. Een overtreder van Gods heilige wet. Een kind van de vorst der duisternis. Maar dat Gods lieve geest je dat niet alleen laat zien. Maar ook laat zien dat er nou een borg is die sterft in de plaats van Barabbas. En dat dat voor u en voor jou het grootste wonder wordt. En dat je dat vanmorgen mag zien. Daar hangt hij voor mij. Daar ik, Barabbas, daar had moeten hangen. Omdat ik gezondigd heb. Maar nu hangt hij daar, het onschuldig lam, om voor mij volkomen betaling te geven. En dat je dan door Gods lieve geest mag gaan zingen. Mijn ziel kiest u voor eeuwig tot mijn koning. En dat je zo aan de voet van het kruis buigen mag. Aan zijn voeten. Met de hulp des Heren willen we bij deze aangrijpende geschiedenis stilstaan. Barabbas of Jezus. Drie gedachten. Allereerst ondervraagd. In de tweede plaats verworpen. En in de derde plaats vrijgelaten. Jezus of Barabbas. Drie gedachten. Ondervraagd, verworpen en vrijgelaten. We gaan hier... Jezus of Barabbas. Drie gedachten. Ondervraagd, verworpen, vrijgelaten. Het is voor het Sanhedrin duidelijk. Jezus moet sterven. En daarom gaan ze hem overgeven aan Pilatus, opdat hij als Romeinse heerser het doodvonnis over hem zal uitspreken. Pilatus, hij is de stadhouder. Van 26 tot 36 na Christus was hij door de keizer aangesteld om heerser te zijn in dat deel van Israël. Deze Pilatus was een hardvochtig en een wreed heerser. We kunnen iets over hem lezen in Lucas 13. Daar wordt ons verteld dat Galileërs een oproer hebben beraamd, maar dat oproer wordt neergeslagen en de oproerlingen, de Galileërs, zij vluchten naar de tempel om daar veiligheid te zoeken. Maar de Romeinse soldaten overtreden, om het zo te zeggen, de afspraak om het heiligdom te respecteren. Zij gaan het heiligdom binnen, grijpen de Galileërs die daar bij het altaar waren en doden ze in de tempel. En laten in opdracht van Pilatus het bloed van deze Galileërs mengen met het bloed van de offerdieren. Een verschrikkelijke moordpartij en een ontheiliging van Gods huis. Normaal zetelde Pilatus in de garnizoenstad Caesarea, maar nu zo rondom de paasdagen is hij in Jeruzalem, waarschijnlijk in de burcht Antonio, om toezicht te houden in deze roerige dagen. Vaak werden deze feesten gebruikt, zoals we zo even al hoorden, voor oproer en opstand tegen het Romeinse gezag. Daar op de burcht Antonio, waar dan deze Pilatus resideerde, stond ook de rechterstoel.
We weten uit het evangelie van Johannes dat hij genoemd wordt Gabbata of in het Grieks Lithostrotos. Op het plein daar van die burcht, Suzanne, stond die rechterstoel op een verhoging. En op die rechterstoel neemt nu Pilatus plaats. En voor hem staat het volk met het Sanhedrin en een geboeide Jezus. De evangelist Marcus vertelt ons niet de aanklacht, maar als we in andere evangeliën lezen, dan weten wij dat tegen hem de volgende beschuldiging wordt ingebracht. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbieden keizer schatting te betalen, zeggende dat hij zelf de Christus, de koning is. En dan mag het ons wel opvallen dat Pilatus die eerste beschuldiging negeert in de ondervraging. Hij begrijpt ook wel, zo slim is hij wel, dat dat natuurlijk helemaal niet waar is. Dat Jezus opzet om tegen het Romeinse gezag in opstand te komen door geen belasting te betalen. Want zeker dan zou het Sanhedrin hem niet overgeleverd hebben. Integendeel. Maar hij gaat direct daar waar het om gaat. Wat voelt hij dat goed aan? En hij vraagt dan aan de Heer Jezus: zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de verlosser? Zijt gij de Messias die komen zou? En zoals in de zaal van Caiaphas, antwoordt ook nu de Heer Jezus: als het gaat over deze zaak, bent u de Zoon van God? Bent u de beloofde Messias? Bent u de zaligmaker der wereld? Dan kan Jezus niet zwijgen en wil hij niet zwijgen, want hij weet dat nu zijn uren gekomen is. Opdat een ieder het weten zal: hier sta ik, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En als dan ook Pilatus deze allergewichtigste vraag stelt: zijt gij de Christus, de koning der Joden? Dan antwoordt hij op Hebreeuwse wijze: gij zegt het. En dat is een bevestiging. Ja, ik ben de Zoon van de levende God. En als hij dat opnieuw in het openbaar beleidt, daar op dat plein, daar bij de burcht Antonio, dan beginnen de overpriesters en de schriftgeleerden dat getuigenis te overschreeuwen. En ze beginnen opnieuw allerlei valse beschuldigingen in te brengen tegen de Heer Jezus. Want dat getuigenis mag niet klinken. Het moet overschreeuwd worden. Hij is een oproerkraaier. Hij is het die het volk opzet tegen de keizer. En dan vraagt Pilatus: is dat zo? Hoort u niet wat ze tegen u zeggen? En dan staat er heel opmerkelijk: maar hij antwoordde niets. En Pilatus verwondert zich. Als zij zo zitten luisteren naar dat geschreeuw en die beschuldigingen die daar worden geroepen. En hij kijkt tegelijk naar die zwijgende man die daar zo rustig staat, terwijl hij vals beschuldigd wordt. Want dat voelt Pilatus wel aan. Maar Jezus antwoordt niet. En Pilatus, hij dringt aan. En hij zegt: antwoord gij niets. Zie toch hoeveel zaken zij tegen u getuigen. Als dat allemaal waar zou zijn, dan bent u een des doods schuldigen. Verweer u toch. Geef weerwoord aan al die valse beschuldigingen. Maar de Heere antwoordt opnieuw niet. En Pilatus, hij verwondert zich nog meer. Wat is dit voor een wonderlijke man die daar staat terwijl er een krijzende, roepende menigte van alles hem beschuldigt. Want als het waar zou zijn, zou hij een des doods schuldige zijn.
Dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Altijd waren mensen die aangeklaagd werden, dat ze bij hoog en laag beweerden, nee, dat heb ik niet gedaan. En allerlei tegenwerpingen aanbrachten. Maar deze Jezus, hij zwijgt. En hier in gemeente, in die zwijgende Jezus, gaat in vervulling wat de profeet Jesaja gezegd heeft. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Een zwijgende Jezus, die dit overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En hier in die zwijgende Jezus zien wij het lam dat zich geheel vrijwillig overgaf om te gaan betalen. Hij weerlegde al die valse beschuldigingen niet. Maar hij wist het. Ik ga als een onschuldig lam betalen voor de schuld van mijn volk. En de bekende dominee F. Bakker schrijft dan ook zo treffend. Want voorwaar, hij heeft zijn kerk door zwijgen verlost. En Pilatus, hij voelt het aan. Hier staat een daadwerkelijke onschuldige. En uit de andere evangeliën weten wij het. Dat hij het tot driemaal moet zeggen. Ik vind geen schuld in deze mens. Pilatus, hij is ten einde raad. Hij weet geen weg met deze Jezus. En om het volk genoegdoening te geven, laat hij hem geeselen. Een onschuldige liet hij geeselen. Om toch het volk enige genoegdoening te geven. Maar ook dat helpt niet. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Verworpen. Pilatus, hij weet geen raad met Jezus. Zijn geweten, hoe bezoedeld ook, zegt hem, deze man is onschuldig. En nog iets van de Romeinse rechtvaardigheid is er in zijn geweten. Ik kan toch niet een onschuldig laten kruisigen. En daarom verzint hij, om het zo te mogen zeggen, een list. Hij wist van de gewoonte om op het Pasen iemand vrij te laten. Mogelijk is dat nog een restant wat herinnert aan de vrijlating uit Egypte. De verlossing uit de slavernij. Dat er dan op paasfeest, als daar ook bij stilgestaan werd, een gevangene symbolisch de vrijheid kreeg. Als een beeld, als een herinnering aan die verlossing. En dan was het ook wie zij ook maar begeerden. En Pilatus, hij weet, ze hebben de Heer Jezus overgeleverd uit nijdigheid. Uit jaloersheid. Bij het Sanhedrin was er het besef, deze Jezus, hij wint aan aanhang. En zeker na het moment dat Lazarus uit de doden is opgewekt. En het volk gezongen heeft, Hosanna! Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Ze voelen het aan. Ze gaan terrein verliezen ten koste van de Heer Jezus. En hij weet het ook. Dat is hem allemaal verteld wat er leeft onder het Joodse volk. En onder het Sanhedrin. Hij weet ook dat deze Jezus het Sanhedrin ontmaskert. Als witgepleisterde graven. Daarom, hij weet, die Jezus is wel geliefd bij het volk. En wat moet ik dan doen? Wel, dan moet ik zorgen dat er iemand tegenover deze Jezus komt te staan,
die precies het tegenovergestelde is van Jezus. En daarom kiest hij een Barabbas uit. En we lezen dan in het 7e vers van deze Barabbas. En er was er één genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag had gedaan. Elders wordt hij genoemd een welbekende gevangene, en dat betekent een zeer beruchte gevangene. Barabbas was niet geliefd onder het volk. Het was iemand die als een wrede doodslager bekend stond. En Pilatus denkt, als ik nou maar zo'n afschuwelijke man tegenover Jezus sta, die toch nog zo even door het volk toegezongen was, die toch een weldoener was, dan moet het toch wel zo uitpakken dat ze Jezus zullen vrijlaten. En dat ze Barabbas toch zeker niet zullen kiezen. En geliefde, nog even iets over die naam Barabbas. Bar, daar hoor je in zoon, zoals we dat tegenkomen, Barjona, zoon van Jona. En Abbas, als ik dat aan u vraag, dan moet u eigenlijk wel weten wat dat betekent. Want wat hebben wij de Heer Jezus horen roepen? Abba, vader. Abbas betekent dus vader. Zoon van de vader. Zo wordt deze man genoemd. En dat is een symbolische naam in het licht van de Heilige Schrift. Zoon van wie? Wel, de vader der leugenen. Barabbas, zoon, kind van de duivel. En deze twee gaat nu Pilatus ons voorstellen. En hij zegt tegen het volk, hier staat Barabbas, zoon van de duivel. En hier staat Jezus, zoon van God. En hij stelt ze voor de keuze. Wie willen jullie, Barabbas of Jezus? En het Sanhedrin ziet het. Die ziet dat het volk aarzelt. Als ze voor die keuze gesteld worden. Barabbas, een oproerkraaier, een moordenaar, aan wiens handen bloed kleeft. En daartegenover Jezus, van wie ze allemaal weten dat hij de blinden de ogen geopend heeft. Dat hij kreupelen deed springen als een hert. Dat hij melaatsen gereinigd heeft. Dat hij kinderen omarmd en gezegend heeft. Dat hij legio verlost heeft uit de heerschappij van de duivel. Dat hij armen het evangelie verkondigd heeft en gezegd heeft. Die vermoeid en beladen zijn, die komen tot mij. En ik zal u rust geven. Ze weten het. Jezus. De zaligmaker. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tegenover Barabbas. Het Sanhedrin ziet het wel. Het volk weifelt. En daarom raden ze aan. En dat betekent vanuit het Grieks, met een sterke druk die ze uitoefenen. Gebruik maken van hun ambtelijk gezag. Wij zijn toch overpriesters. Wij weten toch wel wat goed is. Jullie moeten kiezen voor Barabbas. Want Jezus, hij is het die verdeeldheid brengt. Jezus, hij moet sterven. Hij heeft toch immers God gelasterd. En dat is veel erger
dan wat Barabbas gedaan heeft. Jullie moeten roepen, Barabbas, Barabbas. En onder invloed van het Sanhedrin kiezen ze dan ook tot een bittere teleurstelling van Pilatus. Kiezen ze voor Jezus. Welke twee, zegt hij, zal ik u loslaten? En het volk brult, Barabbas, Barabbas. En Pilatus doet nog een vertwijfelde poging, zo lezen wij. Wat wilt gij dan dat ik met hem zal doen, die tot de koning der Joden is? En zij riepen allen te meer, kruist hem, kruist hem. Vanuit een van de evangeliën weten we dat zij dat allen zeiden. Liefde gemeente, wat gebeurt hier? En wat is dit een van de dieptepunten van het lijden van Christus? Als hij daar geplaatst wordt naast een moordenaar. En hij dat volk al zijn liefde gegeven heeft. Dat hij zich zo diep vernedert als de Zoon van God om naar dit volk te komen. Dat in duisternis gezeten was om het licht te zijn. Om zijn leven te gaan geven om dit volk te redden. Dat hij nu door allen wordt afgewezen. Door allen wordt verworpen. En dat ze allen schreeuwen, kruist hem, kruist hem. Weg met deze. Daar staat hij, de Zoon van God. Die in eeuwige liefde zich liet vernederen. Door intrek te nemen in de baarmoeder van Maria. Om de weg te gaan, om zijn volk zalig te maken. En hier wordt het bitter waar. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben hem verworpen. En op de Pinksterdag zal dat door Petrus hen worden aangewreven. Zal hij het tegen hen zeggen, de heilige en rechtvaardige, hebt gij verloochend en hebt begeerd, dat u een man die een doodslager was, geschonken zou worden. Dat onrecht vindt hier plaats. Zijn volk verloochent hem en zegt, geef ons liever Barabbas dan Jezus. In een vertwijfelde poging horen wij Pilatus nog roepen, maar wat kwaads heeft hij dan gedaan? Hij doet nog een poging om dat volk tot inkeer te brengen en zegt, noem mij dan eens iets wat hij aan kwaad gedaan heeft. En dat kan natuurlijk niet, want hij kon het zeggen, wie heeft mij overtuigd van zonden? Maar verblind roepen ze maar één ding, weg met deze, kruist hem. Ik las bij een van de verklaarders. In deze volkshartstocht is de macht der hel losgebroken. En zo komen we bij onze derde gedachte. Vrijgelaten. Want wat doet Pilatus? Hij bezwijkt onder de druk van het volk en van de overpriesters. En dan lezen wij, Pilatus, nu willende de scharen genoeg doen, heeft hen Barabbas losgelaten en gaf Jezus over om gekruist te worden. Liever de gunst van mensen dan dat het recht zou zegevieren. En dan gaan ze naar de cel.
Dan gaan ze naar de cel van Barabbas. En de cipier doet de deur open. En hij zegt tegen Barabbas: je bent vrij. En wat zal dat voor Barabbas geweest zijn? Hij weet dat hij gekruisigd zal worden met die twee andere moordenaars. Zijn kruis ligt al klaar. Hij heeft de dood in de ogen gezien. Hij wist: ik zal vandaag gekruisigd worden. Wat een nacht heeft die man doorgebracht. Met de gedachten aan zijn kruisiging. En daar ineens, totaal onverwacht, komt daar de boodschap: je bent vrij. Ik vrij? Waarom dan? Wel, omdat er iemand anders in jouw plaats gaat sterven. Jij komt vrij omdat Jezus aan jouw kruis genageld zal worden. Het volk heeft voor jou gekozen dat jij vrij mag zijn en dat Jezus, de onschuldige, in jouw plaats aan het kruis genageld zal worden. Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden tussen twee moordenaars. En ook hier gaat in vervulling het woord van Jesaja. Hij is met overtreders geteld geweest. Hij zal hangen tussen twee moordenaars. En dan schrijven onze kanttekenaren: zodat Jezus niet alleen tussen twee moordenaars is gekruisigd, maar Barnabas, die vanwege een moord en oproer gevangen zat, waardiger is gehouden dan Jezus Christus, de Zoon van God. Dat gebeurt hier. Jezus, te midden van de moordenaars, omdat ze Barabbas waardiger, van meer waarde achten dan Jezus. Zo diep is hij vernederd dat ze een moordenaar van meer waarde achten dan Jezus. Hoe diep is de vernederende weg die Christus moest gaan, overgegeven, omdat ze meer waarde zagen in een moordenaar dan in Jezus, de Messias, de Zaligmaker. Het kruis van Barabbas wordt op de schouders van Jezus gelegd, zodat in vervulling gaat wat we met elkaar gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het 8e vers. Een muitgespan heeft mij ter prooi verkoren, mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. Psalm 22 en daarvan het 8e vers.
Liefde gemeente. Vanuit deze geschiedenis komt deze vraag tot u, tot jullie en tot mij. En het antwoord op die vraag is van eeuwigheidsbelang. Het antwoord op deze vraag zal bepalen of u voor eeuwig verloren gaat, of dat u voor eeuwig behouden bent. En wat is dan die vraag? Wel, die vraag is deze. Kent u, ken jij, ken ik de vier personen die in deze geschiedenis naar voren komen? Kent u ze persoonlijk? Welke personen bedoelt u dan? Wie moet ik dan kennen? Wel, allereerst Pilatus. In de tweede plaats Barabbas. In de derde plaats een Israëliet op het tempelplein. En ten vierde Jezus. Kent u ze? Ken jij ze alle vier? Pilatus, Barabbas, een Israëliet, daar op het plein Gabbata. En tenslotte Jezus. Kent u deze vier personen? Kent u Pilatus? Wie is Pilatus? Wel, Pilatus is een godsdienstig mens. Want wat deed Pilatus? Wel, Pilatus die hinkte op twee gedachten. Pilatus had enerzijds wel sympathie voor Jezus. En hij wilde Jezus eigenlijk wel vrijlaten. En anderzijds had hij wel sympathie voor het volk dat hij zo graag te vriend wilde houden. Hij is een godsdienstig mens die enerzijds Jezus wel wil dienen, maar anderzijds de mammon lief heeft. En geliefde gemeente, waar kom je uit als je hinkt op twee gedachten? Dat je ergens wel beseft, ik moet bekeerd worden. Ik kan het geloof in Christus niet missen. En tegelijkertijd de wereld met al haar begeerlijkheden niet los kan laten. Als je zo ook vanmorgen in de kerk zit. Dat je wel beseft, er moet een wonder in mijn leven gebeuren. Zo kan ik niet sterven. En anderzijds, dat je de wereld niet wil loslaten. Je eigen leven wilt voortzetten. Waar eindigt dat dan? Wel, let eens op Pilatus. Als hij uiteindelijk de keuze moet maken tussen het recht en Jezus aan de ene kant en de gunst van het volk aan de andere kant, dan slaat de weegschaal door naar het volk en de gunst van de wereld. Ken je Pilatus in je eigen hart? Dat als het er als aankomt, je niet werkelijk Christus nodig hebt. En wat doe je dan als Pilatus? Dan ga je handen in onschuld wassen. En dan zeg je, ja, maar ik kan mijzelf toch niet bekeren. Ik kan toch uit mijzelf niet geloven. En zo zet je dat leven door. Omdat je ten diepste, net als Pilatus,
de wereld liever hebt dan deze koning der Joden. Ken je Pilatus? Het woord van God wel toestemmen, maar je hart er verre van houden. Wel met je lippen belijden, maar je hart verre van hem houden. Met je mond wel bidden, ik wil bekeerd worden, maar met je hart doorgaan met zonde. Dat is Pilatus, die ons vanmorgen getekend wordt. En dat het je vanmorgen dan, als Gods geest je dat laat zien, dat je vanmorgen schrikt. En als je ziet hoe het met Pilatus afgelopen is. Hij is uiteindelijk ook door de keizer afgezet. En zo gaat het met Pilatus. Uiteindelijk ga je onder het oordeel van God voor eeuwig verloren. Pilatus, herken je hem van binnen? Barabbas, zoon van de duivel, wetsovertreder, ken je hem? Ervaar je dat het waar is wat de Heer Jezus zegt? Gij zijt uit de vader der leugenen. Is dat waar geworden in je leven? Hij zegt, ja, daar ben ik ook. Leugenachtig. Haatdragend. Overspelend. Zie je het? Barabbas. Dat ben ik. Of ben je daar nog te vroom voor? Ben je daar nog te goed voor? Dat je zegt, ja, die Pilatus, daar ken ik wel iets van, dat schipperen. Och ja, dat is ook zo. Hè? Maar ben je nou een Barabbas? Een wetsovertreder. Dat je de dood verdiend hebt. Besef je dat? Wat Johannes de Doper zegt. De boom stapt op punt om gehakt te worden. De bijl ligt er al bij. Omdat je Barabbas bent. Ken je dat? Dat je daar staat op dat plein. Op Gabbata. En dat je met je woorden en met je daden en met je gedachten. Maar één ding zegt. Wijkt van mij aan de kennis uw wegen, heb ik geen lust. Weg met Jezus, voor hem wil ik niet buigen. Hem heb ik ten diepste niet nodig. Voor hem is er geen plaats in mijn hart. Ik houd de deur van mijn hart voor hem gesloten. Weg met Jezus. Want hij ontmaskert mij. En als hij koning in mijn leven wordt, dan moet mijn leven radicaal op zijn kop. En dat wil ik niet. Weg met Jezus. Geliefde gemeente, als deze drie personen in je hart levend worden vanmorgen. Als je zegt, Heere, hier zit er één, die is niet beter dan Pilatus. Ik ben ook altijd maar aan het schipperen, Heer. Dat is mijn leven. U wat en de wereld het meeste. En als je dan leert dat het nog veel erger is, dat je Barabbas bent, een moordenaar. Wat een hatelijke gedachten zijn er hier van binnen te vinden. Wat een overspelige gedachten. Wat een afgodische gedachten. Wat leeft er toch in mij? En dat ik uiteindelijk
in alles bewijs wat het volk daar uitroept. Weg met deze. Is dat nou vanmorgen waarheid wordt in je leven? Wat is het dan een eeuwig wonder dat hij kwam om zulke mensen zalig te maken. Dat je zo dan vanmorgen mag zien. In die nood, ik ben Pilatus, ik ben Barabbas. Ik ben daar een Israëliet op dat rechtplein. Die het uitgeroepen heeft, weg met Jezus. Dat je het zo vanmorgen mag zien. Op die zwijgende borg. Die daar staat als het lam. Dat stom is voor zijn scheerders. Dat zijn mond niet opendeed. En daarin bewees deze weg ga ik. Als de onschuldigen. En ik zal beladen worden met de schuld. Van Pilatussen. Van Barabbassen. Van het volk dat mij verwerpt. Ik zal die zonden gaan dragen. Als hij je zo voor ogen gesteld wordt. Dat het dan in je hart gaat leven. En dat je dan gaat roepen. Zoals we dat gehoord hebben op de biddag, kinderen. Och, Heere, och, wie het mijn ziel door u gered. Heer, hier zit een Pilatus. Hier staat een Barabbas. Hier staat er een die roept en krijst weg met Jezus. En dat het zo dan vanmorgen in je hart mag worden. En uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want ik zie dat buiten Jezus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Geliefde. Dat zo die hartelijke keuze vanmorgen door het overtuigende werk van Gods geest in je hart gewerkt mag worden. Om nou hem nodig te krijgen en nou niet meer buiten hem te kunnen, deze zaligmaker. En geliefde gemeenten, dan gaan we eindigen. En het staat niet in de Bijbel. En dan mag u mij over aanvallen, dominee. U hebt het zelf bedacht, dat is waar. Geef ik gelijk toe. Maar mag ik dit eens zeggen? Ik denk dat Barabbas meegelopen is achter het kruis. En dat hij nieuwsgierig was naar wie er dan in zijn plaats gekruisigd. En dan zie ik in mijn gedachten Barabbas daar staan. En dan ziet hij op Jezus. En dan weet hij het. Deze man sterft in mijn plaats. Deze man hangt waar ik moet hangen. En is dat niet het wonder, volk van God? En dat je zo vanmorgen dan, in je gedachten met Barabbas, aan de voet van het kruis mag staan. En dat je dan mag zeggen, daar hangt hij nu, voor mij, Barabbas. Ik die de dood verdiend heb, daar hangt mijn Jezus, in mijn plaats. En dan klinkt het vanuit dat kruis. Dit deed ik voor u. Daar gij hier had moeten hangen. Daar gij de eeuwige dood verdiend hebt. Ik doe het uit enkel liefde. Hang ik hier aan het kruis in uw plaats. En dat het dan, kind van God, vanmorgen... Ziende met Barabbas op Jezus. Dat het in uw hart gaat leven.
Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze gekruisigde koning zingen. Zingt u mee.